Op internet zijn talloze recensies te vinden. Als je een hotel gaat boeken, als je een restaurant zoekt of als je een product wil uitzoeken. Maar hoe serieus moet je die reviews nou eigenlijk nemen? Nou, eigenlijk niet zo erg, want het blijkt heel eenvoudig om ze te manipuleren. Hotels kopen ze in of restaurants, restauranteigenaars die schrijven ze zelf. Maar wat moet je dan wel met die reviews doen? Nou, het beste kun je naar de inhoud van zo'n review kijken. Een goed voorbeeld van recensies waar je niet zoveel aan hebt zijn deze. Het enige wat er staat is heel goed, perfect. Een ander restaurant wat ik hier heb in Antwerpen, daar zijn de recensies een stuk duidelijker. Gezellig restaurant waar zeer lekkere, pure, gezonde en natuurlijke gerechten worden geserveerd. Ik kan wel beter beoordelen of dit nou een goede recensie is. Of ik heb hier meer aan. En dan krijg ik een beter beeld van het restaurant. Ik zit nu bijvoorbeeld op bol.com naar de review over een koptelefoon te krijgen. En Daniel die is negatief over de koptelefoon. Maar Will, die daaronder ook nog een review heeft geschreven, die is juist weer heel positief over het. Hier kan je dus eigenlijk niet zoveel mee. Dat komt doordat er maar heel weinig reviews zijn. Dan kun je beter kijken naar een product waar wat meer reviews over geschreven zijn. Al met al, wees een beetje voorzichtig met de reviews. Wees vooral niet naïef. En kijk zelf naar wat je belangrijk vindt en wat niet. En dan kom je er vast uit.